Ze zijn vaak helemaal verzot op techniek en kunnen ons uit de brand helpen als een apparaat het bijvoorbeeld weer eens niet doet. En daarom zoeken we elke woensdag een technicus van de week. En deze week vinden we die in Sluiskil bij Heros. Jordi van Driessen, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. En wat doe je daar precies eigenlijk? Ik ben storingsmonteur, ook onderhoudsmonteur. Okay. Vooral mechanische delen. Ja, dus jij komt eigenlijk in beeld als iets het niet doet? Ja, klopt. Om te voorkomen dat iets niet doet. Ja, oké. Okay. En wat doet het dan niet, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld een lager van een kogellager van een machine die kapot is. Of een storing van elektromotor die kapot is, bijvoorbeeld. Ja, en dan ligt de boel gewoon even helemaal stil. En dan moet je dat snel oplossen. Ja, zo snel mogelijk. En zoals het gaat natuurlijk, met een team van 3 man. Ja, maar goed. Dan lijkt het me wel eens dat je echt onder druk moet werken. Dat je denkt van ja, iedereen staat op mijn vingers te kijken en ik moet opschieten. Op zich valt dat bij Heros nogal mee. Het gebeurt wel eens natuurlijk als het echt druk op de ketel staat. Maar op zich valt dat best wel mee. En we klussen de klus met 3 man. Dus ja, met z'n drieën zorgen we dat het klaar is. Ja, maar je zou denken, als alles eenmaal een keertje gesmeerd loopt, dan heb je helemaal niks te doen. Ja, je zou het zo denken, ja. Maar die machines die bij ons staan in de installaties, die verwerken zwaar materiaal en alles ziet best wel behoorlijk af. En krijgt op zijn donder, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, het is niet gek dat er tussendoor wel eens iets kapot gaat, natuurlijk. Ja. En zijn er nou van die dingen waarvan je eigenlijk van tevoren al weet, nou, het is weer even geleden, dus dat zal wel weer binnenkort een stuk gaan? Zo zijn er wel wat dingetjes waar wij wel eens aan denken van, oh, dat zal er weer aankomen. Ja. En mochten wij dat denken of weten van een bepaalde machine, dan gaan wij dat proberen s'nachts zoveel mogelijk te voorkomen, dus te repareren. Want s'nachts draait de installatie niet. Dus dan heb je tijd om iets goed te repareren natuurlijk. Ja, dus je werkt ook soms wel eens op gekke tijdstippen dan? Ja, s'nachts. Als iedereen lekker in zijn bed ligt, dan staan wij vooral buiten aan machines te sleutelen. Ja. Maar dat had je van tevoren waarschijnlijk ook helemaal niet gedacht bij het beroep van onderhouds- en storingsmonteur, of wel? Nee, in het begin als ik bij Heros zat, 12,5 jaar geleden, het eerste jaar, dan zaten we sowieso niet in ploegen. Dan was het gewoon dagdienst. Maar dat is met de tijd is het allemaal een beetje veranderd. En nou zit ik in een 3 ploegen dienst. Ja, jongen. En met veel plezier? Ja, nog steeds. Nog steeds. Ondanks het onregelmatige werk soms? Ja, goed. Dat hoort er nou eenmaal bij. En er zijn ook wel dingetjes op in de toekomst die al iets van gaan verbeteren. Maar tot nu toe gaat het allemaal wel voorspoedig. Gelukkig. En dan even naar de dag van vandaag. Hoe ziet de dag er tot nu toe uit? Nou, ik heb nog vakantie, dus mijn laatste week vakantie. Nou, kijk eens aan, dus de dag ziet er heel rustig uit. Nou, eigenlijk niet. Oh. Misschien heb ik het wel drukker als op mijn werk, want ik ben ondertussen samen met mijn vader, Jo van Driessen, ben ik een dakkapel op mijn dak in plaats van huis. Dus dan denk je, nou, die onderhoudsmonteur die neemt gewoon even lekker vrij, maar dan gaat hij in zijn vakantie nog weer onderhoud plegen eigenlijk. Ja, de laatste week dacht ik van, er moet nog even geklust worden. Ja, alvast weer een beetje inkomen. Ja, daarom. Nou, veel succes met de dakkapel. Gaat vandaag nog klaarkomen voordat het gaat regenen? Of? Nee, we gaan nog een zeiltje moeten leggen, denk ik. Oei. Nou, dus. Doorwerken dan maar en hopen dat het niet gaat lekken. Ja, dat komt goed. Prima, dankjewel. Bedankt voor bellen. Fijne dag. Oké, tot ziens. Dag.